Zien jullie wat anders aan mij? Behalve dat ik er heel goor uitzie en ongewassen. Ik ben 30. Ik voel me ook nasty. Ik wil al 2 dagen maar wassen. Maar. Oh jongens. Hey Poesie. Alle ballonnen zijn dus ingestort. Nou, ik zie hier dus iets. Kijk. Het is hier echt een mega zooi trouwens. Maar kijk. Hi. Ha, zijn nog, we vieren echt morgen verjaardag. Niet vandaag, maar heeft ons nog iets neergezet. Poesie, ik ben vandaag 30. Ja. Ik ben jarig. Jij vond het zeker wel leuk, hè? Want je hebt heel veel herrie gemaakt hier. Oh, dan er weer ballonnen ontploft. Nou, dat was een leuke nacht voor jou. Wanneer heeft H dit gekocht? Niet vanochtend. Ik denk gisteren, want hij kwam gisteren met iets thuis. Of vanochtend, want hij heeft ze ook niet nog schuin afgesneden. Is hij dat vanochtend gaan halen? Huh, ik heb dit kaartje ook. Maar dan met iets anders op, andere tekst. Wat? Ik had dus tegen haar gezegd dat ik niet echt een cadeau wens, omdat ik gewoon zoveel dingen al zelf koop. Dus ik had gezegd dat ik heel graag een massage zou willen, want hij is vandaag gewoon werken. Want ik vond het zonde om een vrijdag op te nemen, want morgen vieren we gewoon verjaardag. En ik zat geniet lekker van de cupping, maar dat is toch dat ze je cellulitis gaan weghalen, wat ziek veel pijn doet. Hotstone, Sensu, Thaise sportmassage. 3 dingen. Love you. Heerlijk toch? Dus ik ga straks eventjes, ik heb bij Dunkin Donuts, wat ik dus heel graag al wilde doen, 2 to-go boxen opgehaald. Want dat vond ik vet leuk voor erbij, ook al hebben we al 4 taarten. En dan ga ik dus eerst eventjes lekker sporten. Ik ga ook niet mijn haar wassen, ga ik daarna doen, want ik krijg een massage en zo. Ik ga zo lekker sporten. En dan die donuts halen, nog even naar de stad. En dan krijg ik lekker een massage. En dan komen we schoonouders de partytent opzetten. Het regent vandaag. Ze appen me net van, heb je wel een partytent nodig? Maar ik denk dat het voor de warmte alleen al heel lekker is. Oh, ik ga even die bloemen neerzetten. Ik denk, in plaats van de rozen, want die zijn toch een beetje dood. Maar jongens, wat een zooi. En alles is... Alles valt naar beneden, wat erg. Kijk, drama. Nou, ik ga eventjes weer een beetje hier aan de slag. Trouwens, heel treurig weer, maar ik heb gisteren... Nou, ik. We hebben gisteren... Ik wou zeggen, ik heb alle stoelen van neergezet, maar we hebben gisteren dus dit helemaal samen gedaan. We hebben al het karton gisteren weggebracht. Dat was echt veel werk. En de set is dus van aluminium, dus dat is heel chill. Ook als er nu regen opvalt en zo, dat blijft allemaal gewoon goed. In die kussenbox zitten de kussens, maar 2 passen er niet in, maar dat wist al. Maar we dachten, lekker boeiend. Dus die staat er mooi en het is nu echt heel somber. Hij heeft deze superleuke lampjes opgehangen die een soort haardvuur effect geven. Deze kast is dus stuk, maar we hebben een nieuwe, maar die gaan we niet nu nog opzetten. Zo, dus wanneer gaat zij naar buiten als het regent? Oké. Een leuk prullenbakje van de Action. Heel simpel dingetje. Daar komt dan allemaal nog ijs in met bier. Helemaal leuk. Nou, zonder zon is het wel een stuk minder gezellig. Dus ga jij buiten? Oké. Gaat zeker op die kleedjes liggen. Maar dan gaat ze nooit naar buiten. En hij heeft hier ook nog allemaal leuke hangplantjes en zo, maar dat redden we waarschijnlijk niet. Wat grappig dit, joh. Gaat ze daar lekker onder. Heerlijk. Oké, heerlijk gesport. En nu donuts ophalen. Woe. Het is dat ik naar binnen ben gelaten door een ander bedrijf. Nou, er is niemand hoor. Heel raar dit. Wat een weer. Gelukkig is het morgen niet zo'n weer. Zeg, ik ben helemaal nat. Hi Poesie. Nou, ik ga meteen even door naar de Action en de Jumbo. Het is pas 1 uur. Mijn massage gaat dus niet door. Maar goed, ik spreek jullie zo. Want dan heb ik het ook weer gehad. Lekker door de regen. En heb ik eigenlijk alles buiten huis gedaan. De pak ezel is weer terug. Jeetje Mina, wat een gesleep. Oh, hier is ze. Oh, de tent is helemaal niet zo groot. Kijk. Ze hebben het... De rest doen ze er morgen omheen natuurlijk. Oh. En wat hoger neem ik aan. Jeetje Mina, ik baal wel echt van die massage. Zo jammer, maar ja, dat konden we ook niet weten. Er staat hier een cadeau, maar is die voor mij? Oh, we zijn het besteld. Huh? Dat had ik echt niet verwacht. Oh. Ja, ik was vergeten uit te zetten dat je ziet wat er afgeschreven is. Maar ik ga dat denk ik nog even bewaren. Ik zie iets wat ik had gevraagd, want ik wil eigenlijk de cadeautjes nog even bewaren. Tot morgen. Morgen zijn we een soort van eigenlijk echt jarig. Nou, ik heb 10.000 dingen, maar... Nou, valt achter mee. Maar ik wil eventjes de donuts natuurlijk bekijken. En dan doe ik even de ijsblokjes in de vriezer en dan ga ik even zitten. Ik ben al sinds 10 uur op pad. Tam, 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 tam. Oeh, ik heb echt geprobeerd ze helemaal recht te houden, maar ze zijn nog steeds een beetje lelijk geworden. Ik had gezegd, mag ik alsjeblieft geen oranje? Want dan vind ik het zo koningsdag. Oeh. Ik had echt mijn best gedaan, maar oké. Okay. Tadaa. Ga ik ze in de koelkast bewaren of niet? Dat weet ik dus niet. You are the hero.
Oh, deze zijn wel nog helemaal mooi. Eén soort van enge oranje. En er zitten wel twee gewone glazed donuts bij. Nou, hoe leuk is dit voor 10 euro? Ik ga even chillen, jongens. Peace later. Nou, even snel de leukste dingen. Deze lampjes had Haag gekocht op zonne-energie. Daar heb ik er nog 4 bij gekocht. Deze wilde ik eigenlijk met citroentjes, maar ze had alleen een soort van vrouwelijke geslachtdeel papaya. En nog van die vliegenbeschermers. En ik heb eventjes geen tijd om te vloggen, ik ben zo druk. Tomato soup in the making. Ik heb nu dus deze gebruikt. Echt lekker, want er zitten ook knoflookjes bij en kappertjes en zo. Olie wel weggieten, zoveel mogelijk. Oh, even lekker een eitje eens. Ik doe het met mango chutney, sambal, zoutpeper. Vet lekker. Bijna massage time. Oké, most wanted. Broek. Best leuk. Iets minder groot dan die andere modellen, vind ik. Nee. Nee, dit wordt er niet. Maar ook eentje champagne, maar die is te groot. Zeg maar net tussen 2 maten in. Ze hadden deze alleen nog maar in de grotere maat. Nope. Ik ben deze week gewoon te moe en te druk om te vloggen. Dat ik waarschijnlijk gewoon genoeg heb gefilmd hoor. Maar ik heb die massage dus gehad. Lekker boven, tafeltje uitgeklapt. Een uur, het was echt heerlijk. Ik was er heel moe van, maar dat is juist stom. En ik krijg heel veel last van mijn buik ineens. Maar dat komt denk ik ook daardoor. Mijn rug voelt eigenlijk echt alleen nog maar stijver. Maar alsnog was het heerlijk. En ik denk dat ik gewoon lekker moet gaan slapen. Ah, die is al gaan slapen. Verder ja, alleen maar bezig met voorbereidingen. Soepjes klaar. Ha, je hebt lekker dit alweer schoongemaakt. Ik heb nog geen outfit. Ik zie jullie morgen. Dan ben ik een soort van echt jarig. Maar mijn ouders belden me heel cute, allebei los van elkaar. Van nee, je bent vandaag echt jarig. Maar goed, ik zie jullie morgen. Good morning. Ik heb best wel kort geslapen, maar ik had echt heel veel zin om op te staan. Dus er is nog veel te doen. Ik heb wel lekker mijn haar gewassen. Dat is fijn. En ik ga zo even beginnen met buiten. Vast even wat dingetjes. Een tafelkleed in ieder geval doen. Hier liggen nu alle cadeautjes klaar. De dochter van mijn vriend die komt zo. En dan gaan we lekker gezellig eerst even ons verjaardag met z'n drietjes vieren. En dan weer aan de bok. Want de tijd tikt. Lekker cadeautjes uitgepakt. En nu zijn we alles weer even aan het opruimen. Want straks komt er waarschijnlijk nog veel meer. En hier buiten wordt de partytent gefixt. Blijft leuk, maar ja, ik vind het te heavy. Ik twijfel heel erg of ik voor deze wil gaan. Of voor deze. Want deze vind ik eigenlijk leuk omdat ze zilver zijn. Maar deze vind ik zo verjaardagsachtig. Oké, dit komt dus net nog binnen. Het is heel leuk, maar ga ik nu lesmiddag nog van outfits veranderen met deze broek? Of dit. Oh my god, nu heb ik echt outfitkeuzestress. Beneden vinden ze dat ander leuker. Ik moet hem ook nog opmaken. Nog 3 kwartier. Oh my god, ga ik nu les met voor een andere outfit? Het is wel heel leuk. Right, dit wordt het. Alleen mijn schoonmoeder moet nog even veiligheidsspel meenemen voor alles. Hij is te lang en hij gaat hier helemaal open. Oké, I'm ready. En ik heb deze dus. En deze heb ik net van mijn schoonmoeder gekregen. En ze heeft mijn broek net geknipt. En mijn schoonvader vindt mijn schoenen wel gelijk. En we hebben dit even vastgemaakt. Ik voel me helemaal jarig. Woehoe. Oké, let's have a party start. Barbecue is bezorgd. Alles loopt op rolletjes. Oké, Jimmy en ik gaan even de taart pakken. Mojo. Ziek, mooi. Ik ga ook echt nu in de kast. Oh, hij moet nog andersom. Mijn god. Bizar, hè? Dit is wel een soort insta-proof party of zo. Oh my god. Helemaal niet. Kijk, helemaal niet. Ik heb jou er nu niet op, hè? Zo wel. Oh, wacht, wacht. Oh, ik film al. Nee. Oh, jawel. Oh, dit wordt heel leeg. Wacht even hoor. Je mag het zelf even mee doen. Oh my god. Oh, waarom zit het vast? Oh, dit is eng. Cool. Je moet hem omhoog doen. Het kan niet, dat zit hier vast. Oh. Oh. Dat is goed. Oh my god. Zal ik deze ook opmaken? Dat is wel leuk als zij dat doet. Oké, zal ik dan nu even een fotoshoot doen? Ja, is goed. Maar dan moet ik wel buiten. Ik kan het gewoon hier, want dan zie ik zo hier doen. Wil jij dat dan doen? Ja, is goed. Ik blijf aan het doorfilmen. Ik weet niet. Gewoon hier op drukken? Mooie knopje. Weet je wat dit?
Heb ik dat gehad, weet je wel? Ja, dat snap ik. Ik vind het ook mooi. Nee. Ik dacht even met mijn appje van oké. Nee. Doe de beep! Doe de beep! Doe de beep! Wat voor schoonste dingen zeg voor insecten? Ja, je kan dichterbij. Ja, zeker. Heb je zo'n voedselstof? Ja, wat voor? Voedselstof? Nee. Nee, dit is zelfgemaakte kruidenboom. Maar net als we gaan trouwen, dan moet je het ook zo samen doen. Zo, maar hoe moet ik hem dan verdelen? Want dit is toch te groot? Deze kan je misschien bij de rook door midden snijden. Kan, ja, als je hem zo doet. Het is wel de blauwe mes, is dat erg? Ja, dan gaat hij wel blauw worden. Heb je niet een servetje? Dat je hem even met je servetje... Ontbijtkoek. Oh, een beetje ontbijtkoekachtig. Heel kruidig. Lekker? Dit is een carrotcake. Ja, dit is zelf. Ja, maar carrotcake is ook met speculaas, hè? Dit is mijn favoriete taart. Maar sommige mensen houden hier dus niet van. Ik weet nog dat je die red velvet vroeger zelf maakte. Dat was ook zo mooi. Eigenlijk ook dat randje. Wat deed je erin dan voor, om het rood te maken? Wat zit erin? Dat soort flesjes. Weet ik niet meer. Maar gewoon kleurstof. Ja, kocht ik toen echt bij van die taart. Oh, dit stukje is wel netjes. Kleiner. Wow, lekker. Dat komt een hele mooie taart. Ik ga straks sowieso vast een stukje voor mezelf in de koelkast streven. Dat komt dus niet op hoor, hè? Jawel, dit komt echt wel op. Jaar op 16, denk ik. Oké. Oelala. Kaylee, wil jij dat mes van dat bord halen? En dan maakt het ook helemaal niet heel duur. Want ja, zeg ik dan met Philadelphia of zo. Ga ik die ook gewoon door de helft in? Ik ben multi. Ja, ja. Sorry, ik lik wel aan alles. Ik heb geen corona. Ik weet echt niet of mensen wel weten wat red velvet is. Jawel, joh. Ja, wat red velvet is. Jawel, tegenwoordig wel. Ja. Ik vond de mensen van onze leeftijd. Om een foto te maken met die binnenkanten. Ja, super mooi. Wie wil red velvet? Dat is zeg maar chocola met roomkaas, soort van, maar het ziet er niet uit als chocola. Maar je mag ook carrot, hè? Dus wat moet ik je helpen? Ja, het joe, inderdaad. Het mooi, zo hoog. Jeus. Ja, jij hoeft hem niet door de helft te doen, kijk. Oh, jij bent de eerste die het echt heel stuk heeft. Je moet even, een foto maken, want je ziet het zijn stenen liggen. Ja. Lotte is er, ik ga taart voor de snijden. Ah, ik moet even plassen, kom zo terug. Nee, ik ga niet te veel doen, want dan ga je echt heel misselijk worden. Ja, dat is ja. Ja, dat onderschort je echt. Ik had echt holy moly. Zo. Maar ik dacht, ik zie me wel schoon, ik pak gewoon gelijk nog een keer. Maar ze noemen dit voor 10 personen, hè? Toen hadden we ook weer over minder botercrème, ze gaf nog botercrème aan mij. Oh. Dus dacht ik, oké, eet ik dat ook op. Maar dat vind ik zo erg, hoor. Dat is denk ik hetgene wat het zo vol maakt. Oh nee, dat is niet zo'n mooi stuk. Als je hem te dun doet. Ik heb ook echt lange haren hier in de nek. Dus. Ja, maar ze was de laatste, nou, ik weet niet of jij dat al gezien, ze was geschoren. Ja. Die kale plekken. Ja. Allemaal decoratie voor de kerk. De achterste rij is voorraadkast, dat ik gewoon op wilde maken. Maar dit zijn nog donuts. Dat zijn nog dikke donuts. Ja. Maar die heb ik bij Too Good To Go gehaald. Had ik al een jaar lang had ik het idee om dat te gaan doen. Als decoratie. Nee, ook op te eten. Kijk wat Lotte doet. Die vult een tas met cadeautjes helemaal met spekjes. Zo leuk. Oh my god, echt heel leuk. Voel je een beetje jarig? Ja? Goed zo. Het is wel echt een groot feest dit, zeg. Ja. Hé, hey, ik heb ook spekjes. Kijk nou hoe leuk. Lotten. Heb je een kaartje overlezen? Nee. Oh nee, je pakt hem. Mooi, denk ik. Oh, dit is zo'n leuk kaartje. Nou, dat hoort bij leuk. Vet leuk. Ik ken dit ergens van deze. Heb ik ooit gezien? Ja. Geweldig. Zijn heeft echt ook leuk. Heel leuk. Het heet. Ah, cool. Jij gaat altijd naar links. Dat is zo. Als ik, soms ga ik mijn laatste opruimen met kaartjes en dan zie ik meteen dat het jouw kaartje is. Ik bewaar het, hè? Ik had het zo lief die laatste zin. Nou, cute. Thank you. Ik word helemaal blij van dit. Het matcht ook helemaal bij mijn pakje. Ja. En bij mijn schoenen. Ja. Die vergeet ik ook zo. Ik had ze besteld en ik dacht dat ze niet leuk zouden zijn. En ik kreeg ze binnen. Ik zei: oh my god, dit is zo geweldig. Ik moet dit voor mijn verjaardag. En toen zei ik, dit zou echt ook leuk zijn om voor je verjaardag te vragen, schoenen. Dat had ik nooit echt over nagedacht. Lekker taart. Hij is heel goed. Ja, hij is echt lekker. Is dit allemaal? Schattig. Ja.
Dit is mijn eerste verjaardagscadeau unboxing. Oh ja, ik heb verder allemaal. Want daar staat. Oh, Olaplex! Ik heb al, ik had niet verwacht dat ik nog van iemand Olaplex zou krijgen. Ik heb echt niks dubbel nog. Ik heb deze nog niet. Nee, ik zie het. En deze is op, hè, bijna. Want ik hoopte dat ik het voor mijn verjaardag zou krijgen. Oh, chill. Ja. Heb je die droogshampoo al gekregen? Nee. Ik heb die namelijk ook. Is die slecht? Ik heb hem al niet geprobeerd. Oh, maar deze... Ik heb nu zeg maar alles wat ik heel erg nodig had, heb ik nu. Dat is echt chill. Super chill. Want dit is, ja, best wel duur. Dus heel slim dat je het vooral gebruikt. Dit is mijn fave. Ja, die had al een lijstje gezet. Ja. Oh ja. Maar ik had niet gedacht dat jij dat lijstje ook had gezien. Ja. Dat heb ik naar jou gestuurd. Zo schat, echt zo'n goodie bag, heb ik. Ja. Het is echt alsof ik nu gewoon een soort van naar een event ben geweest. Een tasje. Ja. Dus ja, maar dit zijn zeg maar je cadeautjes die ik heb gekocht. Vet leuk. Ik heb er gewoon bij gedaan. Oh ja, dat is een schattig daar. Mooi! Handen op, handen omhoog. Ja, dat is heel goed. Je zou dus moeten zien dat ze wel uitkomen. Wat is dit nou? Dan is nog meer. Hey, is dit dat bruine poeder? Ja, deze had ik vroeger. Oh, die is heel goed. Want ik ben er op een gegeven moment overgegaan naar een ander. Maar ik dacht toevallig laatst kwam ik deze tegen in mijn make-up opruimen. Maar ik dacht, oh ja, hij is ook heel fijn. Nice. Hoe weet je dat dan? Die deed al die hele gezicht. Ja, dat weet ik nog. Oh, wat is dit voor leuk? Ja, dit is wel oh, heerlijk. Extra om de tas mee te vullen. Leuk. Ik ben echt zo blij. Ik heb wel eens gehad op verjaardagen dat ik dan bijvoorbeeld geen enkel cadeautje had of geld of zo. Maar tasbare dingen zijn gewoon zo leuk. Ja. Maar ik dacht echt chill sowieso. Ik ging dit online bestellen en ik dacht echt dat dit zeg maar groter zou zijn. Het is zo duur, hè? Dat is echt wel lachen. Het is echt lijp duur. Oh, ik ga alles weer in doen. Zo leuk. Thank you. Als ga je ook Nicole zien? Ja, is die hier al? Nee, die komt wat later. Oh. En Shanna? Die is ziek. Oh, dat is wel heel jammer. Nee. Nee, ja, ik... Kijk, we wachten nu even met de barbecue zodat iedereen eerst dit allemaal opeet. Dus het gaat de goede kant op. Hoe is dat het? Nee, heel wat bier halen. Jongens, ik vind het zo leuk dit. Iedereen heeft zijn naam erop geschreven en het werkt gewoon echt goed. Dat is echt heel leuk. Hier zitten mama en Lotte. Hallo. Hier zijn Mark en Egberda. Ik ben er elke dag met een kopje. Daar zijn mijn ma's en Loes. En Luke. Dan ga ik Luke filmen. En dan zitten al die ballonnen voor zo typisch zijn. En daar heb je Rieke en Yara. Oh, nu is het best wel rustig. Ik weet niet waar de rest is eigenlijk. Maar deze zitten hier al heel lang te kletsen. Vind ik zo leuk. Ja, en dat. Sally, ze had het eerst over dat Lotte zo'n lekker lichaam heeft. Nee, dat vind ik dus ook. Dat is echt niet waar. Je hoorde niet wat ik zei. Nee, wat zei je? Dat zeg ik niet. Ja, alles. Ja, voor die tijd. Dit is mijn bord. Dit is mijn bord. Hier, lekker bordje. Maar ik wil eigenlijk, weet je wat je moet doen? Nee, wil je niet schieten? Ja, ik wil schieten. Nee, Jim, als je hem normaal zet en dan ingedrukt houdt tijdens het actieshow. Doe je het? Gaat hij dan heel veel foto's pakken? Zo'n bandje filmen. Maar wil je naar boven schieten? Kijk, als je meegedrukt gaat. Niet naar mij schieten. Oh, dan gaat het filmen, ja. Oh, dan maar filmen. Moet ik filmen, maar zij vindt het al. Ja, best mij wel heel. Okay. Nee, kijk uit. Nee, ik schiet daarin. Ik durf dit eigenlijk ook helemaal niet. Kijk uit voor die plant. Kijk uit voor die plant. Kijk uit voor die plant. Ja, dit is wat mis. Nou, hup. Normaal doet Clint dit altijd. Wat? Ik champagne poppen. Ah, gaat nu al. What? Super mooie foto's, hè? Nee, ik heb nu een wilde gemaakt, dat wilde jij. Ik dacht dat het een super mooie foto, maar ik heb echt zo. Wie wil champagne? Gewoon een normaal bord. Niemand. Okay. Wie wil duurde champagne die al 3 jaar leeft? Deze had ik in mijn wel. Hij is ook goed. Er zit geen prik meer in. Ja, maar dat maakt jullie uit. Maakt dat uit? Ik heb champagne zonder bubbels. Waar is mijn glas? Wie wil bubbels zonder bubbels? Nee. Eww. Imo. Maar dat is wel. Ik wacht nog wel om een banaan. Wie wil champagne uit een plastic glas? Want we willen geen appels. Kent ze niet. Kan ik al stoppen? Is het lekker? Ik hou niet van champagne.
Jij hebt er ook bijna zin in de pro. Volgens mij is hij gewoon lekker hoor. Nou, bedankt voor vloggen, Nicole. Graag gedaan. Ik vind hem wel heel sterk. Zo makkelijk. Ja, best wel dichtbij ook. Ja, ik vind het wel leuk. Dat. Zo, het is 2 uur, iedereen is nu weg. Dat is heel gezellig. En ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Ik voel me zo blij. Ik zei het tegen haar. Ik voel me echt gewoon 30 nu. Het is echt een mega zooi, maar het maakt niet uit. Kaylee is hier heel gezellig komen logeren. Dus vriendinnetje van dochter van vriend, dochter van Mel. Je hoort het op de achtergrond ook. Zo gezellig. En mijn schoonouders komen vanavond weer. Want we hebben natuurlijk allemaal barbecue en zo over. Gisteren heb ik echt de donuts meegegeven aan Nicole. Ik heb de kazen meegegeven aan Rick en Colleen. Ik heb tegen Henny gezegd, pak alle chocola die voorverpakt is en neem het mee. Want ik wil het allemaal niet meer in huis. En zo. Iedereen heeft eten meegenomen. Super grappig. Het zooitje hier is eigenlijk echt... Ik zei van, oh, hoe erg gaat de schade zijn? Nou, ik zei, het valt wel mee. Want we hebben gisteren tussendoor best wel veel opgeruimd. Maar ik vind het eigenlijk heerlijk, dit zooitje hier. Dat geeft echt aan hoe gezellig het gisteren was. En hoeveel sfeer. En ik wil jullie straks ook laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Die bekers met die namen erop vond ik echt mega, mega leuk. Hier is glas gevallen. Dit wordt dus opgehaald voor 12 personen. Dus dat wordt dan opgehaald en de rest hadden we vooral wegwerpdingen. Kijk, hier zat dan nog zo'n fles, zo'n glas wijn. Kruidenboter. Ik had een fles champagne opengemaakt, best wel een dure. Die vond iedereen vies, dus die is nog helemaal vol. Het staat vol in de zon, vet zonde. Deze vliegendingen waren echt mega handig. Dit was dus van A tot Z. Niets is gekregen of wat dan ook. Ik heb alles... Alles zelf gewoon gekocht. Deze super mooie hebben we gekregen van Maas en Egbert. Dus van de zus van Hil. Kijk hoe pretty. Met, dit zijn dus blijkbaar fuchsia's. Deze is er afgevallen. Deze lippenbalsem is trouwens mega chill. Dat had ik van mijn schoonmoeder als een van mijn cadeautjes gekregen. Natuurlijk en vet mooi. Een beetje zoals die Labello kers, maar dan natuurlijk. Deze moeten we zo even een mooi plekje gaan geven. Ik weet niet of die juist in de zon moet of juist niet. Ha, als ik deze zooi zie, word ik er juist blij van. Dan zie je nog een beetje zo hoe gezellig het was. Kijk, Klin, je bier staat er nog. Zo grappig. Eeuw. De tomatensoep was trouwens wel ook echt een groot succes. En op zich hadden we alles dus best wel goed uitgedacht. Ook hier statiegeld en zo. Maar het was uiteindelijk één grote chaos. En niemand zag dat hier een brullenbak stond. Maar het hoort er allemaal bij. Kijk, nou wat een lekker zooitje hier. Heerlijk. Dit ook. Mega zooi. Gadver. Terwijl we al zoveel hebben opgeruimd, hè? Oh, dit is wel zonde van de 43. Nou, wij gaan even lekker ontbijten. Oh, een beetje opruimen. Kijk hoe leuk. Bubble tea. Heerlijke zooi. De buren waren ook nog even gekomen en die hadden een heater dus aan ons geleend. Dat was ook echt heel gezellig en super chill. En hier liggen dus alle cadeaus. Vet veel. En dit zijn mijn schoenen. En bijna iedereen vond ze lelijk. Zo grappig. Terwijl ik vind ze dus zo geweldig. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik denk dat er echt wel veel mensen zijn die het leuk vinden. Hey, mug. Hallo. Kijk, mijn vraag is dus, ga ik dit allemaal schoonmaken? Of ga ik dit... Het is wel zonde, want deze zijn nog niet gebruikt. Kan het in de vaatwasser? Kaarsen. Lijkt me niet echt handig. Deze zijn ook niet gebruikt. Haha. Lekker restje taart met restje kaars. Nog allemaal cadeautjes laten zien, maar deze had ik sowieso het lief gekregen van de vriendin, van de tante van Hil. Dat is super leuk, want dat is een tas, maar er zit gewoon water in. Dus ik dacht gisteren echt in de laat van, oh, ik moet ze nog in water zetten, maar dat hoeft dus niet. Een watervaste tas. Ik ken dat helemaal niet, joh. Met hele mooie tulpen. Hoe leuk. Die zijn echt wel een stukje mooier dan die van de supermarkt. Die zijn toch een beetje op, dus die ga ik even vervangen. Deze zijn wel klaar. Kijk, ze gaan ook uitvallen. Uh-oh. Ik weet niet of ik die bladeren aan de onderkant er nou af moet halen of niet. Want ze zitten al heel vol. Zo, moet ik je er stil nou? Hoef je volgens mij niet af te snijden. Dit is een klein ballen. Massage tijdens het eten, lekker toch? Ja. Ha, ik wil zo graag dat babytje aanraken. Die daar aan het chillen is, is echt mijn maat. Deze vind ik echt schattig. Die in zijn eentje zit. Oh, maar kijk, zie je dat ze nog net niet goed kunnen staan ook? Die zijn even net geboren. Zie je die achterpootjes? Oh, wat schattig. Ze gaan gewoon echt bewust op elkaar staan. Hoe oud zouden ze zijn? Deze hebben al veel. Niet normaal. Oké, ik heb dus net eens gehoord. Alle cavia's en konijnen die hier zitten worden dus door mensen gebracht die op vakantie zijn. Maar deze,
Cooper. Die zou dus op 10 april worden opgehaald. En die persoon heeft haar konijn nog steeds niet opgehaald. Na 3 weken. En Cooper is dus gewend om buiten te leven. Dus die zit nu al zo lang hier. Dat is echt niet leuk. Dan brengen ze gewoon in dier hierheen en komen ze hem niet ophalen. Zo, dat was even gezellig. En we hebben nu even de ouders van Haver uitgenodigd om te komen barbecue. Want we hebben natuurlijk allemaal vlees over en dingetjes. Dus ik heb even lekker een random borrelplankje in elkaar geflanst met dingen die op moesten. En dan hebben we nog deze salade bijvoorbeeld. Die ga ik zo nog even een beetje afmaken. En dat zeker met de barbecue straks lekker aan. Maar het is pas 4 uur. Helemaal gezellig. Dan heb je ook meer tijd om te kletsen dan op zo'n feest. Het is super leuk. Maar dat is in... Oké, ik moet natuurlijk in deze vlog nog even aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Ik heb dat volgens mij 1 keer in mijn leven of zo gedaan. Maar ik heb nu zoveel cadeautjes gehad. Ik doe even lippenbalsem. Deze heb ik gisteren van mijn schoonmoeder gekregen. Dit is van Lovely. Ik ken het merk niet, maar het is natuurlijk. Dat heb ik trouwens al gezegd. En even een beetje die labello kleur. We hebben net heet in de zon gezeten, dus mijn huid is helemaal overprikkeld. Maar ik heb hem natuurlijk wel ingesmeerd. Zo, even lekker mijn haar los. Zo, helemaal moeig, lekker voldaan. Oké, van mijn broertje en Melissa heb ik zo deze tas. Die heeft Melissa zelf gehaakt. En mijn broertje werkt dus voor Holland & Barrett. Dus hij heeft me allemaal heerlijke goodies gegeven. Ik ga er eventjes niet te lang over praten. Anders gaat deze video veel te lang duren. Deze vlog. Maar ik wil wel alles met jullie delen. Collageen C. Ik heb van hem echt super veel collageen. En ik gebruik het nooit. Ik moet het echt gaan gebruiken. Multi Effect Eye Cream. Ik had van hem laatst dat vitamine C serum gekregen. Dus ik stuurde naar hem van deze is zo chill. Hij zei hint hint. Dus deze heb ik weer. Hij is nog niet op, maar ik gebruik dit dus elke ochtend, avond en soms alleen 's avonds. En ja, mijn huid is super goed. Ik weet niet of het daar door komt, maar dit is ook heel erg goed. En ik heb nog 2 organic matcha zakjes gehad. Mijn vorige matcha is nog niet op. Ik drink het heel weinig de laatste tijd, maar ik hou er nog steeds super erg van. En van hetzelfde merk heb ik dan Q10 met factor 30, een dagcreme. En Q10 nachtcreme. Heerlijk. En nog een hyaluron sheet mask. Dus echt mega veel. En hoe leuk is het tasje wat Melissa heeft gehaakt. En het is ook heel erg stretchy, zeg maar. Dus er past super veel in. Mega leuk. Om een beetje in te kappen. Gisteren laat. En nu dat zonnetje. Heerlijk dagje. Van Nicole heb ik dit schattige pakketje. En ik wou het nog niet uitpakken. Maar ik heb sowieso een kaartje. En ik vind kaartjes altijd super leuk. Dus kaartje. En ze heeft dus een matcha setje gekocht. Vet grappig, want dat weet ik nog niet. Maar ik had dus de kleine bakjes hiervan voor 35 gekocht als dit bakje. Maar dit is een bol waar je matcha in kan doen. En dan een kopje heeft ze zeg maar zo zelf uitgezocht. Matcht ook helemaal met het kaartje. En dan een soort van matcha die ik nog nooit eerder had gezien. Ziet er vet fashionable uit. Organic matcha in een heel chic potje. Dus dat is weer van mijn nieuwe matcha voorraad. En dit heeft ze heel creatief in elkaar geknutseld. Super leuk. Wat ook echt heel lief is, is van de buren. Dus zij is de vrouw van waar ik de salon werk onder andere mijn nagels laat doen. We hadden hun uitgenodigd. Zij kwam even zo over het terras heen, zeg maar, nog een drankje doen. En ze had dus ook, sowieso waren we dus met z'n 2-jarig. Dus ik kreeg cadeautjes en zij kreeg steeds cadeautjes. Dus iedereen had voor ons allebei cadeautjes. Vet lief. Dat was gelukkig ook wel een heel leuk groot feest. Ik denk altijd, ja, iedereen neemt wel de moeite om cadeautjes zo mee te nemen. Dus dan ben ik wel blij dat ze ook een heel leuk feestje hadden. Heeft ze een superleuk setje voor me gemaakt. Ik ga hem gewoon openmaken. Maar er zit dus iets heel leuks in. We hebben dat allebei gekregen, zodat we dat samen kunnen doen. Wel een andere variant. Maar ik heb die met green tea gekregen. En dit is dus een voetenbad. Dit is dus gel. En als je het uiteindelijk wil oplossen, doe je het tweede poeder erbij. En dan kan je het weer wegspoelen. Maar je hebt dan dus een gel voetenbad. En ik heb dit nog nooit gezien. Sanssouci is een heel lekker merk van wie ik heb ook wel eens PR pakketjes van gehad. Super mooi en leuk maskertje. En dan nog deze goodies. En ik vind het super lief. Ik bedoel, het zijn je buren, weet je wel. En dat ze dan, ja, cadeautjes voor ons allebei hadden. Dat vind ik echt heel attent. En ook nog eens echt heerlijke producten. Van Koen en Henny had ik baby spina colada. Die had ik op mijn wensenlijstje gezet. En die is heerlijk in de zomer. Mijn schoonmoeder kwam dus nog met deze 30 ketting aangezet. En van mijn schoonmoeder heb ik ook dit schattige tasje gekregen. Met 2 dingen die ik heel graag wilde hebben. Namelijk mijn favoriete bronzing drops van Colistar. En mijn foundation die al heel lang op is. En die ik dus... die bestaat bijna nergens meer. Maar die is op sommige sites nog te krijgen. En ze heeft ook dit erbij gedaan. Dus ik krijg allemaal echt vet, fabulous verzorgingsproducten. Super lief. Hier heb ik nog een schattig tekeningetje. Oh ja. Sieraden. Ik heb van H dus...
Deze ketting heb ik uitgezocht. Een zilveren kettingje. Met een super mooi blauw steentje. Ik wou eigenlijk al heel lang een kettingje met zo'n blauw steentje en zilver steentje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Van de tante van Heel heb ik super chill een bol.com te groepbol gehad. En van vrienden Mark en Elisa heb ik een Tikken Max cadeaubon gehad. Groepen waren die cadeaubonnen. Die doe ik even naar beneden. Net als mijn kaartjes, want die bewaar ik ook. En ik heb van hun ook, dat Mark nog uitgezocht, een soort van massage set. Met zo'n gezichtsroller erbij. Een lekkere relaxing kaars. En een pillow mist. Is dat ook... Oh, dit is ook van de TK Maxx. Oh, de prijs staat erop. Dit is ziek duur trouwens. Wow. Oké, dat heb ik niet gezien. Maar een echt heerlijk setje. Echt, soms wel van die setjes dat je denkt, ik gebruik dit niet. Maar dit is echt super lekker. Vroeger had ik dus heel erg iets als een cadeau set krijg. En ik dacht, oh, ik bewaar het. Want dan kan ik het aan iemand anders geven. Echt zo vet raar. Terwijl jij krijgt het cadeau. Dus ik ga het nu ook gewoon meteen lekker openmaken. Ik vind het heel leuk van ze bedacht. Elisa zei, ja, ik wil eigenlijk voor jou een heel pakket bij de TK Maxx. Maar beter van niet, want ik heb al zoveel prulletjes. Maar dit is echt... Oh, deze ruikt oprecht heerlijk. Beetje katten-achtige geur. Superleuk. En dit. Plaklijm. Oh, dezelfde geur. Een beetje lavendel. Oh, dit heel positief verrast door dit. Dit ruikt echt heerlijk. Nou, die lijm haal ik er later wel af. Ik heb nu even een rustmomentje hier in huis. Ik denk ik kan nu vloggen. En dit. Is zo'n gezichtsmassageroller. Jij mag doorlopen. Dan zien ze wel je billen op de vlog. Kijk, dit is dus volgens mij om je gezicht een beetje zo ook te shapen. Dit, ken je dit? Een roller, ja. Toch voor dit? Ja. Doe jij dat wel eens? Ja. Oh. Daarom zie jij er zo lekker uit. Jawel. En over mijn billen, ja, dan krijg je dat. Hè. Doe je dit op je billen? Nee. Oh, ik denk al. Ik denk al. Ja, dat vond ik heel leuk. En dan heb ik nog dit tasje. Oh, ik ga even een tummyfansje maken. Ik heb die wijn ook genomen, maar ik vind hem heel lekker. Ja, het is gewoon een lekker wijntje. Het ziet er zo leuk uit. Dit tasje had ik van Lotte gekregen. En ze had het dus helemaal gevuld met spekjes. Maar dat had ik al gefilmd. Ja, mijn schoonmoeder is toch een heerlijk mens. Oké, kido, kido. Ik vind het echt leuk, want ik heb eigenlijk best wel lang mijn verjaardag niet groot gevierd. En cadeautjes en zo, dat heb ik heel lang niet op deze manier gehad. Dus ik word hier helemaal blij van. Alle kaartjes en zo die ik heb gekregen, heb ik hier verzameld. Ik heb van Lotje, ik herken altijd haar schuine handschrift, dit vet leuke kaartje gekregen. Ik ga die dus beneden allemaal in een bak bewaren. Dan heb ik hier nog een heel leuk 30, volgens mij van mijn moeder. Ja, van mijn ouders heb ik echt geld gekregen, waar ik heel blij mee ben. Echt niet verwacht, heel chill. Hier een, oh, dit was het lieve kaartje van H. Dit is echt, ik ga het ook gewoon voorlezen. Hier staat, lieve Charlotte van harte. Je laat ons regelmatig achterover vallen van een schrik als je weer wat hebt. Maar we zouden het niet anders willen. We houden van je. XXXX Loek en Loes. En dat vond ik zo'n lief kaartje. Want ik ben natuurlijk wel gewoon een karakter, zeg maar. En dan heb ik weer die boete. En weet je wel, dat soort, dan vertel ik hun dat. En of ik heb weer vlekken. Het zijn echt gewoon, maakt niet uit wat. Maar elke keer, ik deel zoveel met mijn schoonouders. Die stel ik dan gewoon alles op de hoogte. Die zijn echt opgezet. Dus die vinden dat dan, nou, dat is dan gewoon heel grappig. Dat is natuurlijk dan juist van, oh, ik hou ervan. Maar ook weer hilarisch. Ja, heel leuk. Ik heb Olaplex gekregen van Shanna Jiminy. En het was zo grappig, want ik vind altijd van die lijstjespunten. En dan vind ik echt een beetje zo dat ik denk, oh my god, ga je echt een lijstje maken? Maar ik dacht, nu komen er zoveel mensen. En ik heb best wel producten zoals Olaplex. Dat ik denk, ja, dan zeg ik, ik weet niet wat ik wil. Terwijl ik eigenlijk wel weet wat ik wil. Dus ik ging zo'n lijstje sturen. En Jiminy en Shanna hadden echt iets van, oh my god. Maar ik had dus niet verwacht dat Shanna en Jiminy dit waren. Ze hadden het blijkbaar heel lang in huis. En ging het pas last minute afschrijven, omdat ze dachten dat ik het zou zien. Heel blij mee. Dit is dus mijn favoriete shampoo. En dan heb ik nu weer een voorraad. En van Lotje. Van Riek en Quinn heb ik de Olaplex droog shampoo. Dat is ook heerlijk. Je krijgt niks dubbel. Want je hebt zo'n lijstje. Dus ze zien precies wat er al is. Ik heb hem nog nooit getest. Maar ik wil deze heel graag testen. Want die is nieuw. En ik had dus de Clinique toner gevraagd. En deze is echt heel duur. Dus Lotte dacht, nou, ik heb een grote fles of zo besteld. Want het is zo duur. En was het dus een mini. Maar dit is echt een heel duur spul. Maar hier ben ik wel blij mee. Want als ik dan een nachtje weg ga, kan ik deze gebruiken. Er zit alcohol in. Volgens mij is deze helemaal niet zo heel goed voor je huid. Maar dit maakt mijn huid zo schoon. Als ik ga slapen in de avond en je denkt mijn gezicht is schoon. En je doet dit er nog overheen. Komt er zoveel af. Ik gebruik het al jaren. En ik koop dan die 487 milliliter fles meestal. Maar die is heel duur. Maar die is dan in verhouding veel goedkoper.
En van Lotte heb ik dan mijn Olaplex. Deze is echt bijna op. Dit is wat ik, het enige wat ik gebruik na het wassen met die shampoo, doe ik dit in mijn haar. En dat is alles wat ik doe. En dus mijn Dyson gebruik ik nu. En ze had dit dus voor mij gekocht en had ze er nog allemaal goodies bij gedaan. Oh, dat heb ik al gevlogd. Heb ik al laten zien. Nou, ik laat het nog heel snel even zien. Dit, een leuke dingetje. Dit. Jongens, ik ben in tijden niet zo gewend. Ik moet zeggen, ik hou echt van cadeautjes. Er zijn heel veel mensen die zeggen, het boeit me geen reet. Ik zeg heel eerlijk. Het boeit me natuurlijk helemaal niet als mensen niks meenemen. Maar ik vind het wel heel leuk als mensen iets meenemen. Als je snapt wat ik bedoel. Ik word daar echt super blij van. Van de buren, andere buren die niet konden komen, die hebben voor ons allebei zelf volgens mij een kaartje getekend of zo, heb ik het idee. Want zij had een heel ander kaartje gekregen dan ik. En dat hebben ze in de bus gedaan, vind ik ook zo ongelooflijk lief en attent. En in dit tasje is geweldig, zit dus vol met spekjes. Jongens, ik ben echt zo blij. Ik vind het zo ontzettend leuk wat ik allemaal heb gekregen. De dochter van mijn vriend, ze heeft ook haar cadeaustandje hier. Ze heeft zoveel gekregen, maar ik wil één ding laten zien, want dat had ik dan op dat lijstje gezet voor haar. Onder andere, dat is van Infinity, had ik bubble tea dingen voor haar gevraagd. Dus dit is dan bijvoorbeeld bubble tea siroop. En ze heeft dan ook popping gekregen bijvoorbeeld. En blauwe bessen popping en thee. Dus die kan nu helemaal haar eigen bubble teas maken en rietjes. Nou ja, verder ga ik haar cadeautjes niet laten zien, maar ze heeft heel veel gehad. Dus dat staat hier allemaal leuk tentoongesteld. Hoe cute. Nou, dat was het. Ik ga nu weer lekker buiten chillen. Maar ik zei van, hey, de woonkamer is nu even leeg. De girls zijn boven. Dus ik ga nu even snel vloggen. Want ik wil dat wel in deze vlog. En ik ga weer lekker met mijn schoonouders kletsen. En gaan we zo lekker barbecuen. En, wat een leuke weekvlog dit. Thumbs up. Nom nom nom. Daar is een mug. Vergeten de hoor dicht te doen, jongens. Wij hebben nog heerlijk nagenoten. Het was zo leuk om Haas ouders hier nog te hebben. En Kili is hier nog een nachtje aan het logeren. Super gezellig. En Ha en ik hebben nog even lekker een rood wijntje gedaan. Hij is onderboven. Ik zat me eens. Ik heb 3 posts geplaatst met heel veel foto's. Echt 20 foto's of zo gedeeld. En net allemaal stories. Reacties gelezen, erop gereageerd. Ik heb al mijn verjaardag dus niet gedronken. Ik drink bijna niet meer. En nu had ik wel zin om wat zo'n tap. Met van die Albert Heijn biologische rode wijn. Ik dacht, neem lekker nog een wijntje. Nu ben ik even klaar met Instagram. Ik heb mijn vlogreacties nog helemaal niet bekeken. Maar helemaal voldaan. Helemaal blij. Al het eten is ook bijna lekker op. Ik heb nog wat taart ingevroren. We hebben nog wat vlees gebakken. Wat we dan nog morgen lekker voor lunch of zo gaan eten. Het is al bijna 11:30. Super laat. Dan hebben we nu ook lekker een weekje vakantie met de dochter van mijn vriend. Nou, nu nog 5 dagen. Dus dat wordt ook heel leuk. Maar dit was in ieder geval helemaal mijn verjaardagsvlog. Verjaardagsmug. Verjaardagsweek. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Ik vind het ook heel leuk dat iedereen die me op Instagram volgt al daar lekker heeft gezien. Maar hopelijk heb je nog meer in mijn vlog kunnen zien. Doe even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Volg me sowieso op socials. Dus vergeet niet te abonneren. En poesje wel naar buiten. Tot bij de volgende vlog. Dankjewel voor jullie support en liefde. En lieve reacties. En ik ben heel blij. Om mijn nagels.